grondprijzen in het centrum van Amsterdam zijn 200 keer zo hoog als de grondprijzen in Oost-Groningen. In Oost-Groningen betaal je pak een beet €17 voor een vierkante meter. In Amsterdam tussen de 3.000 en de €4.000 voor een vierkante meter, met name in de grachtengordel. Dat is een reflectie van het economisch succes van een regio. Hoge grondprijzen maakt een bepaalde plek aantrekkelijk, laat zien dat een plek aantrekkelijk is. En dus is het belangrijk om die plek te kunnen komen. En we kunnen aan de hand van grondprijzen dus laten zien wat de waarde is van infrastructuur. Bijvoorbeeld de spoortunnels onder het Noordzeekanaal, de Velsertunnel en de Hemspoortunnel. Mensen willen graag werken op een plek waar ook veel andere mensen werken, omdat ze dan van elkaars ideeën kunnen profiteren. Het is dus heel prettig om te werken, bijvoorbeeld hier op de Zuidas, omdat daar veel andere mensen zijn en dat maakt je productiviteit hoger. Dat maakt de grond daar dus schaars, want iedereen wil daar werken en dus zijn de grondprijzen daar heel hoog. En op die manier zijn grondprijzen dus een perfecte maat van het economisch succes van een regio. Hier ziet u een plaatje van de grondprijzen in Nederland. De meest donkerblauwe delen zijn de plekken waar de grondprijs het laagst is en de meest donkerrode delen zijn de delen waar de grondprijs het hoogst is. Die voordelen van locatie, het dicht bij elkaar zitten, die wegen het zwaarst voor de hoger opgeleiden. En dus zie je dat in Nederland hoger opgeleiden bij elkaar clusteren in steden en vooral ook in steden gaan werken. Op dit plaatje laten we zien hoe de concentratie van hoger opgeleiden verschilt op verschillende plekken in Nederland. Opnieuw, hoe roder, hoe meer hoger opgeleiden. De roodste plekken is meer dan 70% van de bevolking hoger opgeleid. In de meest donkerblauwe plekken, daar is minder dan 10% hoger opgeleid. Het zijn dus hele grote verschillen. En voor lager opgeleiden geldt vanzelfsprekend precies het omgekeerde beeld. In feite zijn dus hoger en lager opgeleiden in Nederland bijna volledig ruimtelijk van elkaar gescheiden. Die grote stad, ik zei het al, daar wil iedereen graag werken. Maar daar is de ruimte schaars en zijn de grondprijzen hoog. En dus zijn er veel mensen die 's ochtends de auto of de trein pakken om van de omgeving van de Zuidas of van de omgeving van het Haagse centrum of van de omgeving van Utrecht naar dat stadscentrum te reizen om daar te werken. Dat kun je aan het volgende plaatje zien waar je de woon-werkverkeersstromen ziet. Je ziet steden als grote sterren, een soort centraal plek waar iedereen wil werken. En uit de wijde omgeving komen mensen daar iedere dag met de auto of met de trein naartoe gereisd. Je ziet met name de grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, maar ook Groningen en in Brabant zie je hele succesvolle steden die als een soort ster te midden van hun regio schijnen. Je kunt op die manier dus heel precies meten wat het succes van een regio is. Maar om daar op dat centrale plaats te kunnen komen, om te komen op die plaats waar al die mensen werken, waar je van elkaars ideeën kunt profiteren, daar heb je dus infrastructuur voor nodig. En je kunt met die grondprijzen zien wat de waarde van die infrastructuur is. Want op plaatsen waar je makkelijk kunt komen in een centrum, met een goed station bijvoorbeeld, daar zijn de woningprijzen hoger. Neem bijvoorbeeld plaatsen in Noord-Holland-Noord als Castricum, Enkhuizen, Hoorn en Purmerend, met een goede treinverbinding met het centrum van Amsterdam. Daar is woningvastgoed duur. Precies omdat je daar zo makkelijk kunt komen bij die aantrekkelijke stad Amsterdam, waar je zo goed kunt verdienen. We kunnen dus de waarde van die infrastructuur meten door te kijken naar de grondprijzen. Hier ziet u een plaatje wat er zou gebeuren als we nog geen treintunnels hadden en die treintunnels, de Velsertunnel en de Hemtunnel, vandaag zouden openen. Dan zou in Noord-Holland-Noord het aantal banen drastisch afnemen. Je ziet dat aan die blauwe kleur. De werkgelegenheid op de meest donkerblauwe plekken daalt met 10%. En in Amsterdam zie je geel en rood en dat betekent dat de werkgelegenheid daar toeneemt. Ook ongeveer met 10% op de plekken waar dat het hardst aantikt. En je kunt dat terugzien in de woningprijzen in Noord-Holland-Noord. En dat is het volgende plaatje. Opnieuw, hoe roder, hoe meer de woningprijzen omhoog gaan. En je ziet dus met name op de plaatsen met een station dat goed verbonden is met Amsterdam, gaan de woningprijzen omhoog. Hoe roder, hoe hoger. En de meeste rode plekken, daar zie je dat de woningprijzen meer dan 10% omhoog zijn gegaan. En daarmee kun je zien wat de maatschappelijke toegevoegde waarde is van de Hemspoortunnel en de Velsertunnel. En die is echt groot. Het is dus belangrijk dat we dat soort voorzieningen in Nederland hebben.